Er zijn momenteel dijkproeven in Wijchen. Bij deze proeven wordt er gekeken wat een begroeide dijk doet bij overslag van water. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Ja, deze dijkproeven zijn nodig voor het onderzoek wat we hier uitvoeren. Dus we zijn heel erg benieuwd hoe sterk deze dijken zijn. Dit zijn eigenlijk bijzondere dijken waar we nu staan. Want dit zijn hele bloemrijke dijken, zoals we dat noemen. Bloemrijke dijken betekent dat er hier niet alleen grassen staan, maar ook een heleboel kruiden op die dijk. En je moet je voorstellen dat als je hier op een paar vierkante meter gaat kijken, dat je misschien wel 55 verschillende plantensoorten tegenkomt. Deze plantensoorten moeten dus dienen als een soort beschermlaag van de dijk. Wat wordt er geprobeerd met de dijkproeven? Nou, wat we proberen nu met zoveel water over die dijk heen te laten stromen, om te kijken wanneer faalt een dijk nou. Dus wanneer faalt de grasbekleding, de begroeiing op zo'n dijk? Wanneer ontstaan er scheuren in een dijk? Wanneer stroomt ontstaat er een gat? Maar we zien dat dat nog niet gebeurd is. Dus de dijken hier bij Wijchen lijken ontzettend sterk. De resultaten zien er tot nu toe dus erg positief uit. Hoe werkt een dijkproef nou precies? Wat je hier achter me ziet is een stormsimulator van ingenieursbureau Infram. Die testen hier op de dijk dus hoe sterk die dijk is. En dat doen ze door letterlijk een storm te simuleren. Dus wat je hier steeds hoort stromen, dat zijn enorme golven water. En in ongeveer 4 dagen tijd wordt hier zo'n 25 miljoen liter water vanuit de Maas over die dijk gepompt. Alsof het echt een storm is. Deze dijkproef is de derde en laatste keer dat er in Wijchen getest wordt. Is er al tevredenheid over de dijkproeven? Nee, we zijn natuurlijk heel, heel tevreden dat deze dijken zo sterk zijn. Aan de andere kant hoopten we ook wel dat we op een punt zouden komen waarop we daadwerkelijk een gat in de dijk zagen. Want dat is natuurlijk het meetpunt waar we naar op zoek zijn. Zo'n meetpunt dat kunnen we gebruiken in modellen om te bepalen hoe sterk zo'n dijk is. Maar het meest positieve is vooral dat zo'n dijk, en zeker zo'n kruidenrijke dijk, hartstikke sterk is. En gewoon met krachten zoals je hier achter je ziet, niet faalt.